Hoi, ik ben Anouk van MBO MediaWijs en ik wil vandaag in deze tutorial uitleggen hoe je een les kunt maken in Mentimeter en de verschillende soorten slides en vraagtypes een beetje laten zien. Als je inlogt in Mentimeter kom je in dit scherm en als je dan een presentatie of een les wil maken, klik je hier op de blauwe knop New Presentation. Dan krijg je een balkje en dan geef je je presentatie een naam. En dan klik je op Create Presentation. En dan kom je hier terecht. Nou, nu heb je twee opties. Je kunt een les helemaal in Mentimeter maken. Maar je kunt ook een bestaande PowerPoint hier inzetten en dan daarmee verder gaan. Dat is natuurlijk heel fijn, want waarschijnlijk heb je al heel veel lessen klaarstaan. Als je een PowerPoint in Mentimeter wilt zetten, klik je hier op Import. Dan klik je hier op, je kunt een PowerPoint hierheen slepen of je kunt hierop klikken en dan een presentatie toevoegen. Het duurt soms heel even voordat de les of de presentatie dan erin staat. Dus ik had al vast een presentatie erin gezet om te kunnen laten zien. Wat belangrijk is om rekening mee te houden, wanneer je een PowerPoint in Mentimeter zet, kan je niks meer veranderen aan de slides. Ze worden erin gezet als foto's, bij wijze van spreken. Dus je moet wel zorgen dat je dus in je PowerPoint alles precies zet zoals je het wilt hebben. Ook spelling controleert, voordat je het dus in Mentimeter zet. Nou, ik heb hier nu een paar slides in staan. En dan kan je dus dit interactief gaan maken. En dat doe je dus bijvoorbeeld, ik wil na deze slide iets invoegen. Ga ik hier naar de blauwe knop, nieuw slide. En dan krijg je een keuzemenu met verschillende vraagtypes die je kunt invoeren. Of verschillende inhoud. Content inhoud slides die je kunt invoegen. Als we hier eerst even laten zien een vraag invoegen. Bijvoorbeeld een Word Cloud. De les die ik erin heb gezet gaat over big data. Dus dan kan ik hier een vraag stellen om studenten aan het denken te zetten. Waarbij ze bijvoorbeeld moeten, waar denk je aan bij big data? Nou, hier rechts zie je het menu waarbij je de slide kunt gaan aanpassen. Dus hier komt je vraag. Waar denk je? Je kunt aanpassen hoeveel keer een student kan antwoorden. Nou, laten we gewoon één keer doen. Je zou ook een afbeelding kunnen toevoegen. Mogen de deelnemers studenten dus meerdere keren antwoorden? Dat mag van mij wel. Je kunt hier ook nog verder gaan, dus de layout veranderen. Je kunt aangeven wanneer jij wilt dat ze geen antwoorden meer kunnen geven. En dan staat die vraag ertussen. Je kunt verschillende soorten vragen. Dus je kunt meer keuzevragen, woordweb, open vraag, waarbij studenten een antwoord kunnen intypen. Je kunt ze laten slepen. Dus bijvoorbeeld, wat vind je hiervan? Dat ze een mening geven. En je kunt ook inhoud slides toevoegen. Nou, ik laat bijvoorbeeld zien hoe je een video slide kunt maken. Dus je klikt weer daarop. De slide komt. En dan ga je hier rechts weer de slide bewerken. Dus bijvoorbeeld, wat is data? Hier, het werkt heel goed met YouTube, dus hier plak je dan de YouTube link. Die had ik al klaarstaan. Klik je op Add. En hij komt dan in je slide te staan. Dus zo kun je heel veel interactieve componenten toevoegen. Ik zal hier nog eentje laten zien naar de stelling. Wat vind je hiervan? Nou, dan vind ik het wel leuk om een open-ended vraag. Dus wat vind jij? En je kan dan nog kiezen, bijvoorbeeld wil je ze zo laten antwoorden binnen laten komen, één voor één. Of wil je een flowing grid? Dus daar kan je allemaal zelf een keuze in maken. En zo kan je dus allerlei soorten componenten toevoegen. Ik denk vooral leuk om zelf te gaan kijken van welke vraagsoorten zijn er dan? Hoe ziet dat eruit? Wat voor inhoud kan ik toevoegen?
En dan ook te kijken van ja, wat kan ik dan allemaal op zo'n slide aanpassen. Nou, als je klaar bent met je lesmaken, wil je deze natuurlijk presenteren. Dat doe je eenvoudig door hier op de blauwe present knop te drukken. Zoals jullie zien hierboven staat de informatie voor de student om mee te kunnen doen aan de les. Dus hier zie je menti.com, daar gaan ze heen. En deze code vullen ze dan in om deel te nemen aan de les. Studenten kunnen dus inloggen met een code. Maar je kunt ook voor de les een QR-code aanmaken die studenten dan kunnen scannen met hun telefoon. Dat kun je doen door hier naar de share, dus deelknop, te gaan. En dan bij participation, dus deelname, zie je dus ook dat je een link kunt downloaden om eventueel te delen. En hier zie je download QR. En die kan je dan als afbeelding toevoegen, bijvoorbeeld aan de eerste pagina van je Menti, zodat studenten die makkelijk kunnen scannen met hun telefoon. Wat nog wel belangrijk is om even te laten zien, is als je naar settings gaat, dus instellingen, kan je instellen op welke manier de presentatie gaat verlopen. Dus als je kiest voor presenter pace, dan ben jij als degene die presenteert, degene die bepaalt wanneer we naar de volgende slide gaan. Dus studenten kunnen dan niet vooruit kijken, maar kunnen dus alleen de slide zien die jij ook laat zien op het bord bijvoorbeeld. Als je kiest voor audience pace, dan blijft bij jou een bepaalde slide staan of de vraag, maar studenten zouden dan wel verder kunnen gaan met de volgende slides. Dus als jij klassicaal Mentimeter presenteert, is het vaak handiger om de presenter pace, dat iedereen op dezelfde pagina blijft. Maar stel dat jij deze les alvast wilt delen met studenten van tevoren, of naderhand dat ze er nog naar kunnen kijken, kan je dus audience pace zetten en dan kunnen ze zelf door de slides heen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en veel succes met Mentimeter!